Laten we maar even een keertje doen met mijn hele kast opruimen. Dus ga ik nu even kast open. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pad, zoals iedereen weet. Ik ben net lekker naar richting werk toe te gaan. Maar ik vergeet wat. Ik vergeet mijn horloge en ik vergeet mijn stappen tellen. Altijd heb ik die bij me en eerst heb ik die niet bij me. Hoe slim is dat? Maar maakt niet uit. Het is niet zo erg. Ik lig er niet wakker van, maar ja, het is wel handig. En want we weten hoe laat het is, hoe wat. En nu kan ik nog niet kijken, helaas. Maar ja. Gelukkig heb ik andere mensen die een horloge hebben, wat tijd hebben. Ik heb lekker koffie nu al lekker gezet en heerlijk nu thuis gekomen. Alleen, ik ben op tijd binnen, want er is bagger weer. Ongelooflijk bagger weer. En wat ik ook ga doen, is even lekker koffie zetten. En die heb ik al gedaan. Nou, die ga ik even melk en suiker in gooien. Zo, hoppakee, dat is melk. En dan suiker. Zo. En dan ga ik lekker van deze koffie genieten. Wat ik echt ga doen. En tussentijd ga ik even lekker buiten shot. Nee, dat kan trouwens niet. Ik wou zeggen buiten shot nemen, maar het is ongelooflijk bagger weer. Dus jullie kunnen bijna amper iets zien. Laten we maar even een keertje doen met mijn hele kast opruimen. Dus ga ik nu even mijn kast openmaken. En dan ga ik even mijn kast schoonmaken. En dan laat ik aan jullie zien natuurlijk. Dan ga ik even alles sorteren. En gaan we dit maar even netjes zetten. Laten we het dan maar even doen. Thank you.
Zo, dat is gebeurd. En dan ga ik nu maar ook zo meteen maar dit opruimen. Maar doe ik even snel achter de schermen. Maar. Zo, dat is zo in ieder geval gebeurd. En nu lekker even bij je komen. En dan zie ik voor de rest al. Ik heb net lekker gegeten en ik zie dat iets om is gevallen. En dat is deze dingen. Zo, die staat weer opgeruimd. En ik ga denk de was morgen maar opruimen. Ja, want ik weet zeker dat het dan droog is. En even lekker rolgordijnen dichtgooien. Dus. En als het goed is kan deze week misschien, maar dat weet ik niet zeker. De deur gemaakt worden, want vrijdag zou die een paar dagen terug zou die langskomen, maar toen was ik bij mijn moeder, dus toen was ik niet thuis, dat was de reden. Maar ik ga een beetje klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan, want ik begin een beetje in te kakken. Ik ga nog even lekker relaxen en dan lekker YouTube kijken en lekker tot mijn bed in. Dus wat ik eigenlijk tegen jullie wil zeggen is jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk alsnog? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je je mee abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in Groen Heel Vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Friends. En hij heeft hele mooie verhalen. Beetje, ik ga een klein stukje laten zien van zijn video. Hij sprak sommige leuke woorden en stukje van. En ik wil alleen zeggen van, ik heb nu een YouTube kanaal met bijna 4000 abonnees.